ik ben Henk Rijkaard en welkom in de koterij. Deze week werk ik niet verder aan de robotschorpioen. Nee, ik heb geen tijd voor jou, Scorpio. Zit. Het is een klein beetje te druk met andere dingen, met andere opdrachten en zo. Ik heb gelukkig wel nog werk dat ik hier thuis kan doen. Maar ja, gezien de herverdeling van de tijd en kinderen die thuis zijn, jullie kennen het probleem allemaal natuurlijk, moet ik nu eigenlijk de koterij spenderen aan een betalende werkopdracht. En die heeft alles te maken met onderwijs. Een paar maanden geleden heeft een uitgeverij van schoolboeken mij gecontacteerd met de vraag of ik bij bepaalde lesonderwerpen leuke video's wou maken. En ja, die uitgeverij, dat is Vanin en die maken schoolboeken en die worden allemaal vernieuwd. Dus er moesten nieuwe pakketten gemaakt worden en ze wouden het opleuken met video's van mij. Super cool, super veel werk, maar wel super cool. En daar ben ik dus de laatste weken vol een bak mee bezig. Dat zijn jammer genoeg video's die jullie nooit gaan te zien krijgen, want ja, dat is voor hun, dat is voor hun lespakketten. Allee, misschien een paar kleine stukjes, Welkom in de Pipi Quiz! De wat? De Pipi Quiz. Doe eerst eventjes mijn andere muts aan. Hoppa, oké. Start. Plezant, hè? Ja, dat is voor mij een klein beetje een nostalgietrip ook, want ja, ik heb zelf ook een aantal jaar in het onderwijs gestaan en het doet mij heel hard denken aan de avonden dat ik bezig was met het verzinnen van leuke invalshoeken en andere manieren om bepaalde leerstof uit mijn lessen biologie en fysica aan te brengen. En ja, dat was het creatieve gedeelte aan het lesgeven en ik vond dat plezant. Goed, ik ben nu ondertussen al bezig aan een stukje voor een lessenpakket rond energie en energieoverdracht. Je kent het wel, de chemische energie uit een batterij wordt omgezet in elektrische energie. Die elektrische energie wordt kinetische energie van het elektrisch motortje, enzovoort, enzovoort. Nu, ik ben bezig met het maken van een free energy machientje. Het internet staat vol met van die hoaxen, van die bullshit verhaaltjes van hoe dat je gratis energie kunt opwekken door één motortje het andere motortje te laten draaien. En, zoek het eens op. Het is een hoop bullshit. En dat ga ik dus nu maken voor die les in energieoverdracht om eigenlijk te bewijzen dat je geen energie uit het niks kunt opwekken. Dus wat hebben we nodig? Twee elektromotortjes. Ons gratis energiemachientje is klaar. Nu moet ik enkel nog deze twee kabeltjes hier aan elkaar zetten. En nu een flinke draai. Hopla! Zo, dit elektrisch motortje draait nu
met de elektriciteit opgewekt door deze motor. Want we hebben net een draai gegeven aan deze motor, waardoor hij werkte als dynamo. Die elektriciteit wordt gegeven aan dit motortje. Die doet dat wieltje draaien. Dit is verbonden met dat andere wieltje dat verbonden is met de dynamo. Hier wordt dan elektriciteit opgewekt, die dan elektriciteit geeft aan het motortje, die dat wieltje doet draaien, die het andere wieltje doet draaien. En zo, dus het is een systeem dat zichzelf in gang houdt. Fantastisch toch? Ik kan zelfs hier een lampje doen branden, zie. En als we hier nu nog een doosje zouden ronddoen met een spiegeltje, dan hebben we een zaklamp die voor eeuwig en altijd kan branden. Hoe cool is dit, man? Gratis energie, hè? Maar ik heb natuurlijk nog niet alles verteld. Daarnet heb ik dit motortje volledig leeggehaald. Het connectiepunt van de elektriciteit losgemaakt. Daaraan twee kabeltjes gesoldeerd. Die twee kabeltjes doorgestoken door dit plankje naar een verborgen batterij. Ja, dat bestaat niet, hè. Gratis energie. Je kunt niet energie maken uit het niks, hè. Wel cool projectje. Plezant, hè? Ik ben ondertussen al bezig aan het volgende lesproject over het ecosysteem en het biologisch evenwicht. En ik ben een soort van Ruby Goldberg-achtige kettingreactiemachine aan het maken, waarbij dat dus bij een kleine verandering een hele hoop dingen in de soep draaien eigenlijk in een ecosysteem. Goed, ik amuseer me kapot, want dit is echt gewoon wat ik vroeger ook deed toen ik les moest geven. Op een creatieve manier proberen dingen te bedenken die de kinderen aan zou spreken en die hun zou motiveren om dingen bij te leren. En ik denk dat dat ook de laatste weken de enorme uitdaging is voor de mensen van het onderwijs. Want ik denk dat we allemaal een klein beetje ons gerealiseerd hebben hoe hard we die mensen nodig hebben, hoe hard dat die mensen een belangrijke schakel zijn binnen onze maatschappij. Dus daarom wou ik ook deze week deze video op deze manier aanpakken. Want vanavond om 8 uur, als we allemaal applaudisseren voor de mensen uit de zorgsector, die mensen verdienen dat applaus heel hard. Maar denk in je achterhoofd ook eens aan de mensen van het onderwijs, want zij hebben het ook moeilijk om hun job te doen en we hebben ze hard nodig. Dus mensen van het onderwijs, dank u wel voor jullie harde inspanning. En voor de rest, ik hoop dat je het leuk vond en abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Hè. Tot volgende week!